Sinds 2 jaar worden hier in Nederland meer e-bikes dan gewone fietsen verkocht. Die e-bikes zijn niet alleen enorm in trek bij ons consumenten, helaas ook bij dieven, want zo'n fiets is gemiddeld toch €2000 waard. En juist die duurdere fietsen worden op grote schaal gestolen. Vandaar ook dat we hopen dat u de volgende fietsendief in Steenbergen herkent of vanaf nu naar hem wil uitkijken. Hij komt hier 3 augustus rond 1 uur tegelijk met een 69-jarige dame aan bij de Albert Heijn aan de Lindenburglaan. Terwijl zij haar Stella Livorno afsluit, stapt de man stevig door naar het bankje voor de supermarkt. Het is zaterdag, hartstikke druk en vreemd genoeg daarom redelijk veilig voor een dief omdat niemand echt kijkt naar wat er om hen heen gebeurt. Daarom heeft ook niemand door dat terwijl zijn latere slachtoffer gaat shoppen, de man blijkbaar helemaal niets nodig heeft uit de winkel. Minutenlang blijft hij zitten en kijken. Waarschijnlijk heeft hij hier al lang bedacht dat hij de fiets van deze dame wil gaan stelen en controleert hij hier even of ze al niet net zijn kant op komt. Nu is het rustig genoeg. Mevrouw had het originele deugdelijke slot op haar fiets gebruikt, maar we zien hier dat de man daar bijzonder weinig moeite mee heeft. Mogelijk gebruikte hij een loper. Dat zou betekenen dat hij dit vermoedelijk vaker doet. Als de fiets eenmaal van het slot is, heeft hij zo'n haast om weg te komen daar in Steenbergen dat de witte auto die eraan komt nog in de remmen moet om hem niet te raken. Amper een minuut later staat de werkelijke eigenaresse van de e-bike zich vertwijfeld af te vragen waar haar grijze Stella is gebleven. Super frustrerend en helaas zullen heel veel van u thuis mevrouw haar gevoel herkennen, want naar schatting worden elke dag zo'n 1500 fietsen gestolen. €600 miljoen per jaar van ons weg. Is er dan ook een speciale site met advies wat je kunt doen om het zulke fietsendieven zo lastig mogelijk te maken? Om te beginnen met bijvoorbeeld een tweede slot. Dieven houden niet van dingen die lang duren namelijk. En we hopen natuurlijk dat iemand vanavond de fietsendief herkent. Zou heel goed kunnen dat hij dit vaker dus doet of op andere plekken nog gaat opduiken. En bent u degene die hier die zaterdag in Steenberg een vuurtje vroeg? Meld u zich ook even, want de politie is benieuwd wat u zich nog van deze dief kunt herinneren. Bel 0800 60 70. We horen graag meer over deze diefstal.